Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlies en ik ga laten zien welke boodschap ik allemaal voor ons gezin heb gekocht voor de hele week. Ik had echt heel veel nodig. Ik liep vanochtend ook echt een beetje door mijn huis. Ik dacht, ik heb helemaal niks meer. De kinderen hadden rijsttafel eten. Het was de laatste rijsttafel. En ze hadden smeerkaas en de smeerkaas was op. En nou, allemaal van dat soort dingen. Dus ik heb er flink ingeslagen. Zowel bij de Lidl als bij de Jumbo. Want er waren een aantal dingen die op mijn lijstje stonden. Die de Lidl niet had. En net naast de Lidl zit de Jumbo. Dus daar ben ik even geweest. Bij de Lidl was het, en dan moet ik even spieken, €124,81 en ik had daar voor 75 cent flessen ingeleverd. En bij de Jumbo was het €13,41 en ik had daar ook 3 flessen ingeleverd. Het is weer een heel aardig gevoel, dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Als dat zo is, geef dan deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's, want ik post dus mijn boodschappenvideo in ieder geval iedere vrijdag. Je kan ook alles terugvinden op mijn blog, daar heb ik ondertussen ook alle receptjes bij elkaar gezet. En dan kan je nog even terugkijken voor als je zelf nog inspiratie nodig hebt. En dan gaan we beginnen. Gaan we weer beginnen bij de avondmaaltijden. En drinken. Ik heb wel een sixpack gekocht, maar mijn aardig staat zo vol. Ik dacht, ik zet hem even zo neer. En schoolpakjes. De blauwe en de rode variant van de, nou ja, de goedkope wikkie, zeg maar. En flesjes bruinwater met een werk. Ik heb er ook al eentje opengemaakt met ontzettend veel dorst in de auto. Dus die is al bijna leeg. Moet ik even goed denken hoor. Vanavond eten we dit. We eten kipburgers. Met gebakken aardappeltjes en worteltjes. Dan heb ik nog een extra pak worteltjes. Want we eten vanavond met 3 kinderen en 2 volwassenen. En ja, 500 gram is dan net niet genoeg. Maar een kilo is dan weer net te veel. Ik dacht, als ik nou hier een paar nog van afhaal bij mijn avondeten. Dan kan ik de rest doen met de hummus die ik nog heb staan als snackje. Dan eten we, vrijdag eten we biefpuntjes met tagé en woknoedels en peultjes en broccoli. En de woknoedels hebben ze dus niet bij de Lidl en nog een paar dingetjes. Dus dat komt dan zo. Ik heb er ook ketchup, mayonaise en sambal voorbij gekocht. En er zitten nog een paar dingetjes bij voor bij de Jumbo boodschappen. Want ik ga het echt helemaal van scratch maken. Vind ik ook wel eens leuk om te doen. We eten een keertje pangasiusfilet met kieltjes en snijbonen. En we eten een keertje een pizza van bladerdeeg met... Nee, pizza, nee. Een spinazietaart. Dan heb je bladerdeeg nodig, spinazie. Dat heb ik nog heel veel in de diepvries liggen. En kaas, dat heb ik meegenomen. Bosuitjes en saai horen ook bij een aantal recepten. Al zou ik je nu niet kunnen vertellen welkom, maar dat kan je dus allemaal in mijn blog lezen. En oh ja, de pinda's horen ook nog bij de biefpuntjes, beef teriyaki. En kan je natuurlijk ook gewoon zo los eten. Hoewel deze niet gezouten zijn, maar dat heb ik natuurlijk zo geregeld. Dan voor mijn lunch wil ik het een keertje een beetje anders doen. Ik had voor kinderen een receptje met garnalen, couscous en ananas. En dat was echt super lekker. Dus ik heb dat nu ingeslagen. Dat ga ik dan voor mijn lunch doen. En dan kan ik er nog wel een beetje sla extra bij doen. Of ik kan een salade maken met gekookte eitjes of zo. En de worteltjes heb ik net uitgelegd. De lente-eitjes en de salie ook. Die ook. En dan gaan we nu een beetje richting alle snacks en broodopties en zo. Extra roomboter, want dat doet iedereen hier op zijn brood. We hebben paprikaatjes, komkommers, paprika's ook voor de maaltijd erbij. Daar hebben we rode voor nodig. Maar ook voor bij de hummus of gewoon voor los met komkommertjes. We hebben rood fruit drinken, chocomel voor in de ochtend voor die kinderen. We hebben siroop extra, rijstwafels, mini eierkoeken, wraps, kan voor mezelf, kan voor die kinderen. Chocopasta was op. We hebben 3 broden, want het brood was helemaal op in de vriezer. Extra blok kaas, dat gaat altijd hard bij ons. We hebben ook smeerkaas en ik heb ook die met mager ham meegenomen. Ik wil wel eens een keer wat anders, maar misschien dat die kinderen het niet lusten. Ook een keer de gewone meegenomen. We hebben weer de brioche broodjes, want die zijn nu echt helemaal op, net als de croissantjes. Want die krijgen natuurlijk heel veel mee. Als we naar zwemles gaan, naar hockey, van school gelijk door, moeten we naar een tandarts of een kapper. Nee, tandarts waarschijnlijk niet. Hè? Dus dan stopt het altijd in mijn tas en die waren nu echt helemaal op, omdat ik vorige week niet bij Lidl was geweest. We hebben gebraden gehakt als beleg, we hebben boterhamborst en we hebben 2 keer kipfilet. Allemaal extra beleg. Ik heb skeer mee, want Brookie vraagt af en toe soms om een toetje. Dus kunnen we dat doen. En ik vind ze zelf ook lekker als tussendoortje. Cottage cheese vind ik lekker bij een eitje. En toen dacht, neem ik weer mee. Kwark hebben we dus nodig. Oh, die hebben we nodig voor de spinazietaart. We hebben appels, bananen, blauwe bessen, tomaatjes, kiwis, peren, mandarijnen, edelbodruiven, dus in ieder geval genoeg gezond fruit. En de ananas heb ik dus ook een klein beetje nodig voor de couscous, maar vinden die kinderen ook lekker om mee te nemen naar school. Oh. En deze zag ik staan, dacht ik, ja, misschien weet ik dat wel lekker. Als lang geleden heb gedaan, deed je dan altijd opwarmen met een beetje vanillejoghurt en dat heb ik nog. Misschien is het ook lekker. De kaasdipjes, want die waren ook helemaal op. En die had ik natuurlijk vorige week ook niet kunnen halen.
koekjes voor mij naar school, koekjes in de koekjesrommel en een heleboel bordjes voor Boris. En dat waren alle boodschappen van de Lidl. En dan de boodschapjes van de Jumbo. Zijn er niet zo heel veel eieren, maar ik hou graag van een grote verpakking en die twee kleine, tenminste dan moet ik eigenlijk drie kleine doosjes hebben. Ik vind één grote doos makkelijker. Volgens mij is het ook goedkoper. Centerswef, daar kwam ik toevallig tegen op zoek naar de rest. Dat ik altijd zo lang geleden en dat betekent de Mediterraanse. Maar goed, gaan we proberen. Dan voor die biefpunks heb ik ook vissaus nodig. Vissaus. En sesamolie. Sesamolie vind ik sowieso wel heel lekker, want dan kan je wat hoger verwarmen als olijfolie. Dan geeft het een wat meer zoutigere smaak. De woknoedels die ik had nodig had. En de kroketten zijn van het weekend opgegaan, dus dat heb ik even gehaald. En die van de Lidl zijn op zich ook best wel lekker, maar ik was ze daar vergeten. Dus ik moest zondag naar de Jumbo. Dus het valt allemaal mee, dat was €13 nog, dat net gezegd geloof ik, ja. Dat was het voor alle boodschappen voor de hele week voor ons gezin. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, zoals gezegd een video een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. Mocht u alle receptjes en maaltijden wel teruglezen, zet het ook onder in de omschrijving als in mijn blog. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!